van Best Friends Vlog. Joepie, weer een nieuwe vakantie. Weer een nieuwe vlog op vakantie de Wildhoeve. Camping. Ja, camping de Wildhoeve. En wat we dus ook zeiden. Wij gaan vandaag de camping de Wildhoeve laten zien. Het is natuurlijk 2 weken vakantie. Ja. En wij dachten, misschien is het wel leuk om onze camping te gaan filmen. Ja, want daar zitten wij nu op. Kijk, we zullen het even laten zien. In deze camping is 5 sterren. Tel me mee. 1, 2, 3, 4 en 5. 5 sterren. Dat is deze camping zeker waard. En er staat camping de Wildhoeve. Alleen zien jullie de spiegelbeeld. Ja, en daar staat hij nog een keer. En hier kom je dus aan als je... Hier kwamen wij dus net aan op de camping. En je ziet hier de mooie weg. En daar ook een weg. En hier dichtbij is een hele mooie ijssalon. Als we een keer één gaan, dan nemen we de tablet mee. Of de camera, wat je ook wil noemen. Dan gaan wij daar een lekker ijsje eten onder jullie genot. Ja, en dan kunnen we laten zien dat er hier ook echt ijsjes zijn. Maar het is wel heel even fietsen, maar dat maakt niet heel erg uit. En nu gaan we dus beginnen om de camping te laten zien. En we gaan nu naar de receptie lopen. Sorry, het is een beetje veel zon, maar hier staan we dus voor de receptie. Hier staat ook duidelijk receptie. Maar jullie zien het weer een spiegelbeeld. Als het goed is. Hier is een lekker bankje. En hier zijn skelters die je kan huren. Hier is de receptie. Ja, hier kan je dan in en dan kan je dingen vragen. En daar is een zwembad. Ja, maar dat is nu natuurlijk gesloten. Vanwege het corona. Nou, en dan zijn daar een hal met fietsen. Ja, een hal. Gewoon een hele hal. En via daar ergens kan je ook in het waterspeeltuin. En je kan ook via dit deurtje. Dat is ook heel erg handig. En dan ben je dus in de waterspeeltuin. Hier heb je een lekker zithoekje en dan heb je hetzelfde. Hier. Dan kun je ook heel erg lekker zitten. Ja, en het waterspeeltuin is natuurlijk niet alleen een zitplekje. Er zit ook water, dat zal ik jullie laten zien. Water. En er zit ook een klein vlotje en daar kan je dus op. En dan kan je zo, met kinderen erop. Ja, wij willen en dan, doen, maar dat kan niet door de privacy van andere mensen. Want er zitten nu ook andere kinderen op. We kunnen daar wel een speeltuintje laten zien. Het is ook een waterspeeltuintje. Dus dat zal ik jullie daar ook laten zien. Als het even wat minder druk is, laten we ook het vlot zien. Hier is het speeltuintje. Nou, kijk, hier is dat ene speelgoed. Geen idee hoe het heet. Ja, weet ik ook niet. Hier kan je het heel grappig laten doen. Ik ga het laten zien. Je moet even dat water filmen. Oké, andere kant. Kijk, en dan komt er dus water. Neemt het mee. En die gooit het hier neer. Zie je het? En dan gaat het water weer lopen. En dan kan je daar dus een soort badje maken. Nou, hier kan je dus heel veel spelen. En hier is ook nog een tafeltje. En dan kan je iets lekkers meenemen. Maar nu is het een beetje vies. En daar is ook nog een tafeltje. En hier heb je dan een heel erg leuk huisje. En zij gaat daar even in. En dan gaat ze laten zien wat je er allemaal kan doen. Nou, je klemt erop. En dan heb je hier een waterpomp. En dan kan je pompen zodat het water daar gaat. En dan gaat het zo via... dan kan je daar dat emmertje kan je daar neerzetten. En dan heb je een beetje water verzameld. Een echte waterpomp. En hier is dat ook hetzelfde. En hier komt er alleen wat meer water uit. Adjane, zou je dat willen proberen? Ja, dat wil ik wel proberen. Deze is iets zwaarder, maar er komt ook meer water uit. Daar komt het dan zo weer de zee in. Zo wordt het telkens gericht. Nou, eigenlijk het rivier. Ja. Kijk, daar gaat het naar het water toe. Dit is een soort meer. En hier heb je een heel erg leuk huisje. Daar kan je ook in. En dat doen wij meestal als een weeshuis. Dat vind ik ook heel erg grappig. Ja. Oké, laten we... En hier kan je er dan afklimmen. Ja, maar het is een beetje moeilijk. Met een iPad. Want wij filmen nu met de iPad. En dan gaan we nu naar de snackbar. Nou, hier is de snackbar. En het restaurant. Alleen die zijn nu gesloten. Maar in de avond is die wel open. Dat kan je wel kopen gewoon. En hier is altijd een recreatiezaal. En dat is een soort knutselzaal. Maar vanwege het corona is die ook niet open. Dan kan je binnen zijn activiteiten doen. Het podium is daar. Die kan je wel even laten zien. Ja,
het podium. Daar. Dus het gaat nu vernieuwd worden, maar er zijn mensen aan het werk. Dus ja, dus ja. En daar wordt er dus een nieuwe, ja, en er zit een doek overheen, want als het nou gaat regenen en zo, daar wordt een nieuw zwembad gemaakt. Eerst was het ook heel mooi, en ja, nu wordt er een zwembad gemaakt. Een nieuw buitenzwembad. En hier heb je de pingpongtafel. Kan je zo... Dan kan je echt heel erg fijn pingpongen. En kan je zo pingpong, pingpong, en dan pats, pingpong. En dan gaat hij terug en zo. Oké. En hier heb je een heel leuk bankje, en daar kan je ook zitten. Ja, net zoals bij Wapenpartij. Ja. En daar heb je nog een heel leuk tennisbaan. Dat is ook wel goed. Hallo. Hey. Ja, een tennisbaan. En dat is daar. Ja, dat is hier. Dat is hier. Dus als je die zaken aan voort wil doen, dan ben je op deze camping niet verkeerd. Hierachter zie je dan de vernieuwing van het buitenbad. Ja, we hebben daar. Nog heel veel andere leuke dingen op deze camping. Dus die gaan we je ook laten zien. Er is ook nog een speelveld, maar dat is hier heel ver vandaan lopen. Dus ik weet niet of we dat ook nog kunnen laten zien in deze video, maar... We gaan het proberen. We gaan het proberen. Ja, nou, er komt nog een deel 2. Want de camping is zo groot dat we niet allemaal in één video kunnen laten zien. Dan duurt het zo lang en dan moet het zijn met kijken. Dus er komt nog een deel 2. Ik hoop dat... En dan beloven we om het vlot te laten zien. Maar nu zit het er heel erg druk in rond. Omdat het is heel heet. Geen idee waarom ik nu een vestje aan heb. Ja. Maar oké, dus we gaan sowieso een keer het vlot laten zien. Het is heel leuk. En nou ja, als je naar de camping De Wildhoeven komt, dan kun je misschien vriendinnen met ons worden. Het zou heel leuk zijn, of gewoon kennis maken, want wij willen wel een kennisje maken hier. Ja, met zijn fan. Ja. Nou, dit was Camping De Wildhoeven deel 1. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en bedankt voor het kijken. En hier wel. Hoeveel duimpjes omhoog? Ja, hoeveel duimpjes zullen we hier omhoog doen? 80. Nee, het is 5 mei. Het is 5 mei, dus zullen we 50 duimpjes omhoog doen? Ja, 50 duimpjes omhoog. En vanwege het mei leggen alle vogels een ei. Dus dat ei gaan we uitbroeden bij de volgende video. En dan gaan we alles laten zien. Tenminste, waar jullie het niet saai vinden. Niet wat jullie nu al hebben gezien, maar... Alleen hetgene wat we nog verder de camping in. Ja. Nou, en hier was de Best Friends vlog. Bedankt voor het kijken. Ja. Hopen jullie weer te zien natuurlijk bij de nieuwe video, want we hebben ook een heel erg leuk concerto. Dus we hopen dat jullie dat volgende keer kunnen laten zien. Bedankt voor het kijken. Doei!